hoe zit het met Ihattaren? Daar heb je lange tijd de Loftropet over afgesproken. Ja, ik heb het opgegeven. Kijk, als je nu alles op een rijtje zet... PSV heeft het geprobeerd. Zijn zaakwaarnemers, want die jongen, die oude speler van AZ... die heeft er echt alles aan gedaan. Cortes Rodriguez. Precies, ja. Die heeft er alles aan gedaan. Zijn familie heeft er alles aan gedaan. En hij is gewoon zoek en hij wil niet. Hij is nu in Utrecht gesignaleerd met een personal trainer, las ik. Ja, maar ja... Dat hoort je niet. Hij heeft een contract getekend in Italië. Daar hoort hij op tijd op het trainingsveld te staan. Ja. En ik denk dat geen serieuze club inmiddels meer aan hem begint. Dus als zijn contract afgelopen is en hij heeft geen poen meer... dan heeft hij een heel groot probleem. Want welke Nederlandse club gaat zich nu nog ontfermen over een recidivist... die structureel zich niet gedraagt? Hij is pas 19, hè, als je erover nadenkt. Zo zonde. Maar hij heeft zelf dus zijn hele transferwaarde vernietigd. Dat is echt treurig, joh. Echt doodzonde, inderdaad. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside app.